Mijn naam is Eduard Meijer, ik ben 42 jaar en ik heb 16 jaar geleden diagnose MS gekregen. Ik was uitgenodigd voor de officiële opening van de Pandadroom in de Efteling. En daar tijdens de parade met allemaal kinderen met ballonnen kon ik in één keer niet meer lopen en niet meer staan. Zakte ik door mijn benen heen. En dat was voor mij in één keer out of the blue het moment dat ik wist, hier zit iets niet goed. Op dit moment heb ik voornamelijk klachten in mijn rechterbeen. Er zit een spasme in mijn kuitspier die ervoor zorgt dat mijn kuitspier zich aantrekt, waardoor mijn voet eigenlijk in de grond gedrukt wordt. Dat betekent dat ik eigenlijk overheen struikel, dat het lopen een heel stuk moeilijker gaat, dat ik amper kan fietsen op dit moment. Ja, naast die klacht heb je natuurlijk met MS ook één keer de zoveel tijd andere uitvallen, uitvalsverschijnselen. Bij mij is dat een paar keer voorgekomen in mijn rechterarm, ook mijn linkerbeen en mijn ogen, die ook een keer een uitval gehad. Het laatste zorgt ervoor dat ik met mijn linkeroog niet meer goed kon focussen en tegelijkertijd met mijn rechteroog alleen maar zwart-wit kon zien. Je wordt er heel onzeker van. Je weet niet hoe lang dat gaat duren. En of je na medicijn of na een kuur, of je dan je volledige zicht wel weer terugkrijgt. Wat het restant is van de litteken, je hebt er geen idee van. Die onzekerheid die je ervaart, die leidt ook tot een bepaalde angst. Die onzekerheid dat je zometeen iets niet kan wat je op dit moment wel kan, die zorgt ervoor dat je een soort angst hebt voor dat onbekende wat er zometeen wellicht gaat gebeuren of niet gaat gebeuren. Dat weet je dus niet. Ja, ondanks dat ik een fantastisch leven heb met een prachtige vrouw, een mooie dochter, een hele mooie baan met onwijs leuke collega's, zijn er altijd momenten dat je helemaal teruggeworpen wordt op jezelf. Waarbij andere mensen je ook niet kunnen helpen. Ja, vroeger gingen we met vrienden mountainbiken. Met z'n allen gewoon lekker op een zaterdag de bossen in. Ja, dat zit er dus allemaal niet meer in. Dat is wel heel confronterend. Dus dat betekent soms dat je ook erg eenzaam voelt. Dat je wereld een stuk kleiner wordt. Omdat je dat soort dingen dus allemaal niet meer, ja, daar kan je niet meer aan meedoen. Al zou je het heel graag willen. En dat zijn de momenten dat je je wel beperkt voelt. Ja, dan weet je in één keer wat MS doet met je. Op die momenten. Dat is hoe je daarmee omgaat. Is heel bruut gezegd, slikken, doorbijten. Dat moet je doen. Niet laten stoppen, niet laten isoleren. Mijn allerergste nachtmerrie is dat mijn dochter van 2,5 jaar zometeen de straat op rent, terwijl er een auto aankomt. Ik zie het gebeuren, maar ik kan er niet achteraan aanrennen. En dat is je grootste angst. Dat er een moment komt dat je ziet dat het gebeurt en dat je, omdat je MS hebt, er niks aan kan doen. Ik heb denk ik 13 jaar zeg maar, in het geheim MS gehad. Ik wilde niet dat andere mensen dat wisten. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik jarenlang met smoesjes ben thuisgekomen. Ik ben van een paard gevallen of een misstap gemaakt of wat dan ook. Ik wilde gewoon niet dat andere mensen mij anders zouden behandelen als degene die ik was. Toen ik na 13 jaar ongeveer vooruit kwam dat ik MS had, het was zo duidelijk geworden aan mijn lopen dat ik er niet meer weg kon smoesen. Toen bleek eigenlijk dat mensen er heel positief op reageerden. Dat mensen er juist heel respectvol mee omgingen. Omdat ze zagen wat ik ervoor deed en hoe hard ik werkte. Om nog steeds onderdeel te blijven van, zeg maar, van de maatschappij. Als je MS krijgt, dan weet je inderdaad, je weet niet waar het naartoe gaat. Het is heel onvoorspelbaar. Je weet niet wat er volgende week gebeurt en wat er morgen gebeurt. Dus dat heeft mijn wereld wel helemaal ondersteboven gegooid. Vanaf dat moment ben ik echt gaan leven. Met die beperkingen probeer ik zoveel mogelijk uit het leven te krijgen wat ik uit kan krijgen. Want het is ook echt waar, in ieder geval in mijn situatie dan, dat door MS, dat ik weet wat leven is. Als ik niet die diagnose heb gekregen, als ik niet die beperking had gehad, was die vanzelfsprekendheid er waarschijnlijk nog steeds. En het idee van, oh, dat doe ik over een paar jaar wel. Mijn toekomst is vandaag. Dus mijn toekomst is wat je er nu uithaalt. Waar je op terug kan kijken. Wat heb je beleefd? Wat heb je ervaren? Dat is voor mij belangrijker om te kijken, wat ga ik over 10 jaar doen? Dat weet ik toch niet. Ik weet wel wat ik heb de afgelopen 10 jaar gedaan. En daar ben ik erg blij om. Heel dankbaar voor. Dat ik dat heb kunnen doen. Op deze manier op kunnen leven. Nu al 16 jaar eigenlijk.